Tillen en ik, we hebben heel veel passie voor papier. We zijn zelf twee grafische vormgevers, dus we zijn er altijd heel veel mee bezig geweest. En toen we ontdekten dat drukkerijen heel veel papier weggooien, vaak hele mooie resten, stroken, die worden weggekapt. Ja, we vonden dat heel zonde, omdat daar niks mee werd gedaan. We hebben ook het gevoel dat daar nog veel meer mee kan gedaan worden. Dus zijn we Redo gestart. En we merken ook wel dat er heel veel vraag naar is. Bedrijven die ons contacteren, om te vragen of wij iets met hun resten kunnen doen op maat. En dan gaan we kijken naar hun resten en ontwerpen samen iets. Ik ben Tille en samen met Linde zijn wij Redo gestart. Met Redo bieden we verschillende dingen aan. Het gaat altijd rond het recycleren van resten papier en overschotten. Zo hebben we onze eigen producten die we verzamelen in drukkerijen. Maar we kunnen dat evengoed doen op vraag van een bedrijf dat zij hun resten hebben en dat wij daar dan iets nieuws mee maken. En zo geven we ook workshops boekbinden waarbij wij onze eigen restpapieren meenemen en dat zij dan vooral daar thuis mee verder aan de slag kunnen met hun eigen papier. Met Redo zijn we altijd heel ecologisch bezig. We proberen onze voetafdruk zo laag mogelijk te houden. De leveringen binnen Antwerpen doen we altijd per fiets. We vinden het heel belangrijk om geen nieuwe materialen te gebruiken, maar proberen altijd met de resten iets tof te maken. We voelen dat er nog niet zo heel veel initiatieven zijn die daarmee bezig zijn. Maar mensen die ons ontdekken, die vinden het wel heel fantastisch en hebben ook vragen hoe dat zij het zelf kunnen doen. Dus we voelen wel dat het leeft en het is wel leuk dat we iets op hebben gestart dat eigenlijk een grote interesse heeft. En we hopen in de toekomst dat het ook nog bij anderen groeit. Vandaar dat we ook die workshops geven waar dat we echt uitleggen hoe dat we restenpapieren gebruiken, waar dat we die vinden. En we hopen dat de mensen na die workshop dan ook gewoon zelf hun eigen papieren gaan bijhouden en een soort van visie meekrijgen van Redo.